صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Broeders hebben mij gevraagd om vandaag eigenlijk te hebben over slechte gewoontes. Dus bepaalde zondes die wij in ons leven verrichten, maar niet één of twee keer. Dat we het eigenlijk constant in terugvallen. Dat we het doen en nog steeds weer verder gaan doen. En de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft daarover gezegd, zoals jullie ook kunnen lezen. Iedere zoon van Adam, dus elke mens, die maakt fouten. Dus wij allemaal, wij maken allemaal fouten. Wij zondigen. Is heel normaal. Maar de profeet zegt, de beste onder hen, dus de beste mensen die zondigen, zijn degenen die daarna berouw tonen. Ja, dus het is heel normaal dat jij zondigt. Maar het verschil tussen jou en de duivel is dat jij de kans hebt om berouw te tonen. Ja, de duivel heeft een grote fout gemaakt. Als hij berouw zou tonen, dan zou hij de duivel niet zijn. Maar jij hebt nog de kans om berouw te tonen voordat het te laat is. Dus voordat jij nog doodgaat, kun je, hoeveel zondes je ook hebt, kun je nog berouw tonen. Om dat concept even een beetje te verduidelijken, wil ik een verhaaltje vertellen. Niet zomaar een verhaal. Een verhaal dat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ook heeft verteld. Dus het is 100% waar gebeurd. Het gaat over een man die 99 mensen heeft vermoord. Misschien kennen jullie dit verhaal al, maar het is goed om het nogmaals te horen, zodat je eigenlijk weet dat Allah de meest barmhartige is. Dat je weet dat het nooit te laat is voor jou om berouw te tonen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam vertelt dus over een man die vroeger heeft geleefd. En deze man had 99 mensen had hij gewoon vermoord. 99 mensen. Dus je kan al voorstellen wat voor slechte persoon dat eigenlijk was. Op een gegeven moment besloot hij om berouw te tonen. En hij ging naar een geleerde van zijn tijd. En hij vroeg hem, ik heb 99 mensen vermoord. Kan ik nog berouw tonen? Gaat Allah mij berouw nog accepteren? Kan ik nog terugkeren tot het geloof? En weer gaan praktiseren? En die geleerde zei tegen hem, nee, dat kan je niet doen. Je hebt al 99 mensen vermoord. Jij kan eigenlijk geen berouw meer tonen. En wat heeft die man gedaan, denken jullie? Hij heeft die geleerde ook vermoord. Dus hij heeft in totaal, wat? 100 mensen heeft deze man vermoord. Maar hij denkt nog steeds, nee, ik ga berouw tonen. Dus hij gaat naar een andere geleerde. Hij komt bij die andere geleerde. Hij zegt, luister, ik had 99 mensen vermoord. Eén geleerde die heeft mij eigenlijk geen goed advies gegeven. Hem heb ik ook vermoord. Ik heb nu 100 mensen heb ik vermoord. Kan ik nog berouw tonen, zegt hij. En die geleerde zegt ja, maar je moet wel één ding doen. Hij zegt, het land waar jij nu in leeft, is eigenlijk een land waar heel veel slechte mensen wonen. En die slechte mensen die beïnvloeden jou ook op een negatieve manier. Dus als jij met die mensen blijft, dan ga je constant blijven zondigen. En je gaat blijven fouten maken in je leven. Dus hij zei, je moet daar weggaan en je moet gaan verhuizen naar een ander land waar er eigenlijk hele vrome, goede mensen leven. Dus die man zei, is goed, dat ga ik doen. Hij gaat onderweg naar dat andere land waar dus goede mensen, vrome mensen wonen. En onderweg, subhanallah, wat gebeurt er? Die man komt te overlijden. Twee engelen komen naar hem toe en de ene engel die zegt tegen die andere engel, deze man heeft zo slecht geleefd. Hij heeft 100 mensen heeft hij vermoord. En hij heeft zoveel andere slechte dingen gedaan. Hij moet naar de hel. Dus hij wil hem naar de hel brengen. Die andere engel zegt, ja maar luister, hij heeft berouw getoond. En hij gaat nu naar een ander land. Hij gaat daar zijn leven eigenlijk verbeteren. Dus hij zegt, hij moet eigenlijk naar de hemel gaan. Waarop een derde engel kwam. En die zei, weet je wat? We gaan de afstand meten tussen die man die op de grond ligt. Hij is dood. En het land waar hij naartoe wou gaan. En het land waar hij vandaan kwam. En waar hij dichtstbij is, dat gaan we volgen. Dus als hij dichterbij de plek is waar de goede mensen zijn, dus dichterbij zijn berouw, dan gaan we hem naar de hemel sturen. Maar als hij dichterbij de slechte plek is, het slechte land, dan gaat hij naar de hel. En eigenlijk, in een andere overlevering wordt ook aangegeven dat Allah de afstand tussen die man en het land waar hij naartoe wou gaan, expres heeft verkleind. Dus die afstand werd veel korter. En deze man mocht vervolgens naar de hemel gaan. Dus wat leer je hieruit? Ook al ben je iemand die 100 mensen heeft vermoord, Allah kan jou altijd vergeven. Ik zeg niet, ga op straat, ga 100 mensen vermoorden. Maar iedereen van ons heeft misschien 100 andere zondes gepleegd. En misschien pleeg je een zonde 100 keer op een dag. Of in een week, of in een jaar, wat dan ook. Maar vergeet niet
dat Allah jou alsnog kan vergeven. Wees niet net als de duivel dat je denkt van Allah kan niet, mij niet vergeven en dat je daardoor eigenlijk naar de hel gaat. Wees zoals Adam alayhis salam, die eigenlijk toen hij uit van die boom had gegeven, dat hij eigenlijk gelijk wist van oh ja, ik mocht dit niet doen. En dat is het verschil tussen Adam alayhis salam en de duivel. Dat je eigenlijk toegeeft als je iets fout doet of dat je als je een zonde pleegt. Ja? Dus ik wil het daar vandaag over hebben, over slechte gewoontes. Slechte gewoontes, beste broeders, zijn eigenlijk als een soort plant. Wat gebeurt er als je een plant heel veel aandacht geeft en je geeft het water elke keer, dan wordt die groter en sterker, toch? Zo ook met die zonde van jou. Als jij keer op keer dezelfde zonde gaat plegen, dan gaat dat alleen maar groter worden en op een gegeven moment gaat die zonde gaat jou overnemen. Ja, dus hoe vaker je een zonde doet of verricht, hoe meer die zonde eigenlijk een leven gaat spelen in jouw eigen leven, een rol gaat spelen in jouw leven. Ja, maar op de andere manier, als je, of aan de andere kant moet ik zeggen, als je die plant geen aandacht meer geeft, ook al is die heel groot, wat gebeurt er als je een paar dagen geen water geeft? Hij gaat langzamerhand dood. Zo ook met die zondes van jou. Ook al ben je iemand die 10 jaar lang achter elkaar zondes heeft gepleegd en nog steeds eigenlijk daarin zit, Allah kan jou nog steeds vergeven. Als je maar berouw toont en stopt met die zonde, dan gaat die zonde weg, net als dat die plant ook weggaat. Iets anders dat ik jullie wil meegeven is, eigenlijk tijdens het zondigen, we ruilen een klein beetje plezier, klein beetje wereldse plezier, die ruilen wij voor grote spijt. Stel je voor dat iemand bijvoorbeeld op de snelweg is, hij rijdt 120, 130 en hij denkt, ik ga eventjes 10 seconden maar, heel weinig, ga ik niet naar de weg kijken, maar ik ga naar een leuk filmpje kijken op mijn telefoon. Wat gebeurt er met die man? Hij gaat een ongeluk maken, toch? Dat is heel normaal. En je zou die man ook kwalijk nemen dat hij zoiets doet. Je zou zeggen, ja, je bent eigenlijk niet heel slim bezig. Je wilt 10 seconden wil je plezier, maar je maakt wel een ongeluk daardoor. Maar ook op dezelfde manier, wellicht maak jij een fout, niet in 10 seconden, maar in 10 minuten, waardoor jij in de gevangenis hier op deze wereld terechtkomt. Ja? Dus mensen die doen iets, die bedenken, ja, ik ga eventjes een overval plegen. Even, het is in 10 minuten is het bedacht, in 10 minuten is het gedaan, maar je gaat wel levenslang spijt krijgen omdat je je tijd gaat doorbrengen in de gevangenis. En de gevangenis is misschien tijdelijk, misschien kom je er over 10 of 15 jaar uit, maar vergeet niet dat door die klein beetje plezier die jij in die zonde ziet, dat jij ook naar de hel kan gaan. En die is niet naar de gevangenis voor 10 of 15 jaar, die is eeuwig. En eeuwig betekent echt voor altijd. Wij kunnen dat misschien nu niet beseffen wat altijd betekent, maar je komt er dus eigenlijk nooit meer uit. En je hebt ook geen kans om weer terug te keren naar de aarde om opnieuw goed te doen. De ongelovige mensen, die gaan eigenlijk als ze naar de hel worden gestuurd, gaan ze Allah smeken om teruggestuurd te worden. Ze gaan zeggen, oh Allah, stuur mij terug naar de aarde. Dit keer ga ik wel mijn best doen. En dit keer ga ik wel ervoor zorgen dat ik geloof en goede daden verricht. En dan ga ik naar de hemel. Maar Allah gaat zeggen, die kans heb je al gehad. Nu ga je voor eeuwig in de hel blijven. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd over zondes, wat er eigenlijk gebeurt met ons lichaam, met ons hart specifiek. Hij zegt, wanneer de dienaar een fout maakt, dus eigenlijk een zonde begaat, komt er een zwart stip op jouw hart. Als jij berouw toont en stopt met die zonde en vergeving vraagt, dus 3 dingen moet je doen. Je moet berouw tonen, stoppen met die zonde en Allah vragen om vergiffenis, dan wordt jouw hart gereinigd. Ja? Maar als je doorgaat met die zonde, dan worden die stippen meer en meer en meer en meer. Ja. Je moet je hart eigenlijk zien als dit glaasje water. Hij is nu helemaal transparant, toch? Er zit nu niks in. Het is helemaal transparant. Als ik hier 1 druppel cola in zou doen, wat zou er gebeuren? Misschien niet heel veel. Hij blijft nog steeds transparant. Maar als ik heel veel cola hierin ga doen, wat gaat hij worden? Hij wordt helemaal zwart. Zo ook met jouw hart. Elke keer als jij iets verkeerds doet, komt er een stipje op jouw hart. Elke keer. Totdat die helemaal zwart gaat worden. En als die helemaal zwart gaat komen, is dit alleen maar dat die kleur of zo verandert. Dat bedoelen ze niet. Als die helemaal zwart wordt, wordt jouw hart eigenlijk verzegeld. Dat betekent dat jij eigenlijk niet meer eens de mogelijkheid krijgt om te bidden bijvoorbeeld. Dat Allah jou niet eens meer gunt om naar lezingen te komen. Dat Allah jou niet eens meer gunt om te vasten. Dat Allah jou misschien niet eens meer gaat gunnen om moslim te worden. Zo erg kan het gaan als jouw hart helemaal zwart wordt. Ja, maar als je dus berouw toont,
dan gaan die zwarte stipjes gaan weg. Alhamdulillah. Dus het is niet zo, mijn hart is één keer zwart geworden, ik heb een dood hart, klaar. Nee, alhamdulillah, je kan nog steeds berouw tonen, zodat je hart weer, figuurlijk gezien, wit gaat worden. Ik wil het even kort hebben over een aantal punten zometeen, dus slechte gewoontes. Ten eerste over bepaalde verslavingen. Ten tweede over veel, ongezond of zelfs haram eten. Het derde over haram geld. Vierde over slechte gewoonte van de tong. En vijfde eigenlijk een soort algemene boodschap. En daarna gaan we afronden, inshallah. Eerste is pornografie, gokken, lachgas, alcohol, drugs en roken. Allemaal verslavingen. En ze werken allemaal op dezelfde manier. Ik ga zo meteen vertellen hoe een verslaving eigenlijk in ons brein werkt. Maar daarvoor wil ik nog even iets zeggen. Allah zegt, ik ben met jou alziend en alhorend. Met andere woorden, Allah ziet elk moment wat je aan het doen bent. En Allah hoort elk moment dat jij iets zegt. Hoe erg is het eigenlijk dat wij niet zondigen naast de imam. Niet zondigen naast onze moeder. Niet zondigen naast onze oom of vriend of wie dan ook. Maar als niemand er is, denken we, nu is niemand er, niemand ziet mij. En ik zondig gewoon. Dat Allah mij ziet, ja, boeit mij niet. Dat zeggen wij eigenlijk. Want die zonde, die plegen wij niet als we met onze vader of moeder zijn. Maar die zonde plegen we wel als we tussen haakjes alleen zijn. Maar je bent nooit alleen. Allah ziet jou elk moment. Dus eigenlijk zeg je, ik vind de mening van de mensen vind ik veel belangrijker dan de mening van Allah. Zolang die andere mensen mij maar niet zien, als Allah mij ziet, boeit mij niet. Maakt niet uit, zeg je eigenlijk. En dat is heel erg gevaarlijk. Dus vergeet niet, Allah is alziend en alhorend. Hoe werken verslavingen nou en waarom is een verslaving zo erg? Op het moment dat jij geluk ervaart, en de mens kan ook geluk ervaren in zonde. Dus ook al vlieg jij in zonde, misschien ben je aan het gokken of drink je alcohol of ben je aan het roken. En je krijgt plezier daardoor wellicht. Wat gebeurt er met je hersenen? Er komt dopamine vrij. En dat betekent echt dat je een soort gelukshormoon aanmaakt, waardoor jij blij gaat worden. Ja? Dus elk moment als jij iets meemaakt, komt er dopamine vrij, waardoor jij eigenlijk blij gaat worden. Maar wat is nou het gevaar? Jouw hersenen, die raken gewend aan die dopamine. Dus, als jij bijvoorbeeld één sigaretje rookt op een dag, en je hebt daar plezier, en die dopamine komt vrij, jouw lichaam gaat op geen moment meer willen. Wat gaat je doen? Twee sigaretjes willen op een dag. En zo bouwt jouw verslaving eigenlijk alleen maar op. Elke keer dat je het doet, ga je het alleen maar heftiger willen. Je wilt misschien een sterkere sigaret of je wilt meer sigaret of wat dan ook. Dus jouw verslaving wordt alleen maar erger. Maar alhamdulillah, Allah heeft onze hersenen op zo'n manier gemaakt, en dit is ook bewezen, dat jij weer kan afstappen van jouw verslaving. En een van de manieren om te stoppen met een verslaving is dat je het gewoon stopt. En dat je het gaat volhouden. Niet dat je denkt van, ja, ik ga één dag stoppen met roken en dan hoeft het niet meer. Nee, want jouw lichaam gaat nog steeds willen. Er wordt gezegd dat je ongeveer 30 of 40 dagen lang die gewoonte van jou, die slechte gewoonte van jou, niet meer moet doen. Zodat je het gaat stoppen. Zodat je die verslaving niet meer krijgt. Daarom, inshallah, binnenkort is het de Ramadan. Is echt een ideale kans om te stoppen met jouw verslaving als je die hebt. Want je hebt 30 dagen lang, heb jij extra mogelijkheden om samen bijvoorbeeld te vasten met andere mensen, samen te bidden met andere mensen. En dan is het heel makkelijk voor jou om te stoppen met jouw verslaving. En als je 30 dagen lang volhoudt, zullen inshallah ook de dagen daarna ook volhouden. Een ander punt waar ik het over wil hebben was over veel ongezond of haram eten. Ik begin even met veel en ongezond. Haram eten spreekt voor zich, is sowieso haram. Maar misschien toch even belangrijk om het te vermelden. Wellicht dat sommige jongens het niet weten. Maar bijvoorbeeld het eten bij McDonald's, KFC of Burger King of wat dan ook, is niet toegestaan voor een moslim. Ook al ga je daar alleen maar frietjes eten of alleen maar vis of wat dan ook. Want heel vaak worden die olie, zeg maar, tenminste het vis en het vlees kan in de olie, in dezelfde olie gebakken worden. En omdat dat vlees haram is, dan wordt die olie wordt ook haram. En alles wat in die olie komt,
Dus al is het vis of wat dan ook, wordt ook haram. Of misschien raken ze vlees aan met hun handen en dan gaan ze jouw broodje vis maken. Terwijl die vet van die ham of van die varken ook op jouw broodje komt. Dus niet denk van ja, het is maar vis of wat dan ook, het kan geen kwaad. Als je erover twijfelt, dan moet je het weglaten. Zoals ik hier ook heb geschreven. Ik had vorige keer hier ook aan een broeder het voorbeeld gegeven. Stel je voor dat ik hier op tafel 20 blikjes Red Bull heb. En ik zeg tegen jou, er zit in één van die 20 blikjes, zit er gif. Maar ik zeg, je mag zoveel drinken als je wilt. Ga je die risico dan nemen? Als je weet, door dat gif ga ik dood. Nee, toch? Of ik zie jou lachen, je zegt wel nemen? Oké. Okay. Ik denk dat niemand van ons dat risico zou nemen. Voor één blikje Red Bull, de dood riskeren, zeg maar. Dat zou je niet doen. Maar waarom riskeren wel een zonde, iets dat haram is, terwijl we zoveel andere opties hebben om halal te eten? Waarom zouden we dat doen? Ja? En de Profeet sallallahu alaihi zegt dus, een man vult geen vat, dus een man, een mens, die vult geen vat, dus een bepaalde ruimte, erger dan zijn maag. Het is voldoende voor de zoon van Adam, dus voor een mens, om genoeg te eten dat hem in leven houdt. Dus eigenlijk moeten wij alleen maar eten om in leven te kunnen blijven. Ze zegt toch wel eens van, je moet eten om te leven, maar je moet niet leven om te eten. Ja, je moet alleen maar eten om weer kracht te krijgen, zodat je Allah kan aanbidden. Het moet niet een feest voor jou zijn om constant dingen te gaan eten. En de Profeet sallallahu alaihi wasallam geeft advies, als je toch gaat eten, zorg ervoor dat jouw maag 1/3 wordt gevuld met eten, 1/3 met water en 1/3 met lucht. Met andere woorden, dat je 1/3 leeg laat eigenlijk. Dus eigenlijk wij als moslims, wij kunnen nooit zeggen, ik zit helemaal vol. Kan eigenlijk niet. En wij maken daar ons allemaal schuldig aan. En dit is sowieso een herinnering, allereerst voor mezelf en daarna ook voor jullie, dat we daarop gaan letten. Misschien dat iemand van jullie denkt van ja, maar hoe ga ik weten of mijn maag 1/3 vol is? Ik kan mijn maag toch niet zien? Het is heel simpel. Als jij normaal gesproken 1 hele grote pizza kan eten, dan ga je niet heel die pizza eten. Dan eet je 1/3 van die pizza. Dus iets minder dan de helft. En op die manier weet je, mijn maag is ongeveer voor 1/3 gevuld. Dus pas op met sowieso veel eten, ongezond eten, twijfelachtige zaken en vooral met haram eten. Het laatste wat ik hierover wil zeggen is dat eigenlijk het eten dat wij eten, ook vanuit islamitisch perspectief, heeft het effect op jouw gedrag en hoe jij bent. Daarom, zoals in het Nederlands wordt gezegd, je bent wat je eet. Als jij haram eet, dan ga je ook haram dingen doen. Als jij halal eet, dan ga je ook halal dingen doen. Dat is gewoon heel simpel. Daarom zie je ook de mensen die eigenlijk helemaal lak hebben aan haram of halal, ze eten alles. Die mensen zijn meestal degene die heel makkelijk zondigen. Maar als je ziet dat iemand heel erg oplet van, is dit wel halal? Pas op. Dan zullen jullie zien dat die persoon eigenlijk altijd een goed karakter of een goed mens is. Volgende punt waar ik het over wil hebben is haram geld. Ik wil niet de details ingaan. Ik denk dat jullie allemaal wel weten waar ik het over heb als ik zeg haram geld. Kan op verschillende manieren. Mensen die denken dat je in één dag of in één nacht rijk kan worden. Alsof dat het belangrijkste is op deze wereld, rijk worden. Iets heel simpels. Onze risk. Dus hoeveel wij deze maand gaan verdienen. Hoeveel wij de komende jaar gaan verdienen. Hoeveel wij in onze hele leven lang gaan verdienen. Dat staat al vast. Of je nu gaat drugs dealen of gaat werken bij Albert Heijn als vakkenvuller. Het geld dat jij gaat verdienen is precies op de cent evenveel. Allah heeft dat al bepaald. Dus Allah heeft al gezegd, deze dienaar van mij gaat maandelijks 5000 euro krijgen. Die andere dienaar gaat 10.000 euro krijgen. Maar jij als mens bepaalt of jij dat geld halal krijgt of haram krijgt. Die keuze is aan jou. Het is niet zo dat jij met drugs meer geld zou verdienen dan met, halal, met een halal baan of wat dan ook. Dat geld blijft precies hetzelfde. Alleen je hebt het haram voor jezelf gemaakt. En dat geld, daar zal geen baraka in zitten. Dus daar zal geen zegening in zitten. Met andere woorden, dat geld dat je hebt gekregen uit haram, gaat heel snel weg. Daarom, snel geld is snel weg. Snel geld is snel weg.
Want waarom? Dit is ook eigenlijk psychologisch hoe de mens werkt. Stel dat iemand in 10 minuten 10.000 euro heeft verdiend. Iemand verdient in 10 minuten 10.000 euro. Voor die persoon is het heel makkelijk om een shirt te kopen van 800 euro. Hij denkt, ik heb toch in 10 minuten verdiend. Ik kan nog een keer doen. Kan ik weer kopen. Die 800 euro is gelijk weg in 10 seconden. Maar iemand die 2.000 of 3.000 euro verdient in een maand, die gaat wel 1.000 keer nadenken voordat hij een shirt koopt van 800 euro. En ik denk niet dat een weldenkend mens die 2.000, 3.000 euro verdient in een maand, een shirt gaat kopen van 800 euro. Zijn geld gaat zegeningen hebben. Zijn geld gaat baraka hebben. Ook al lijkt het alsof die persoon veel minder geld heeft, geloof me, hij gaat veel meer dingen kunnen bereiken dan die persoon die heel veel geld heeft, maar waar geen zegeningen in zitten. Dus je kan liever 2.000 euro halal verdienen dan 10.000 euro uit verboden zaken. En vergeet dus niet dat rizq bepaald is. Hè? Dit is iets wat een moslim gewoon hoort te geloven. Een moslim hoort hierin te geloven. Jij moet al weten dat jouw rizq, dus het geld dat je onder andere krijgt, staat al vast. En wij moeten ons eigenlijk ook niet zorgen maken om het geld dat wij volgend jaar of volgende maand of zelfs morgen gaan verdienen. Waarom vraag jij Allah nu al om het geld van morgen, terwijl Allah jou niet heeft gevraagd om de aanbiddingen van morgen? Moet jij het avondgebed van morgen nu al bidden? Nee. Moet jij nu al vasten van de Ramadan? Nu al? Nee. Maar wij maken ons wel zorgen wat we over 2 of 3 maanden gaan verdienen. Terwijl Allah ons niet vraagt om die aanbiddingen van toen. Ja? Iets anders wat ik wilde bespreken met jullie zijn de slechte gewoonten van de tong. En de geleerden zeggen dat het eigenlijk de makkelijkste zonde om te plegen, de zonde van de tong zijn. Het is heel makkelijk om te gaan zondigen met je tong. Er zijn misschien wel meer dan 20 zondes die je kunt gaan plegen met de tong. Ik heb hier even een aantal opgenoemd die onder de jongeren vooral heel vaak voorkomt. Roddelen, dat is meer bij vrouwen, maar jongens kunnen er ook wat van. Liegen, kwetsen, schelden. Ik heb er maar 4 genoemd en er zijn er veel meer. Ik wil jullie even ook vertellen, in het hiernamaals zullen er mensen komen waarover jij hebt geroddeld. Zullen er mensen komen waarover jij hebt gelogen. Zullen er mensen komen die jij hebt gekwetst met je tong. En zullen er mensen komen die jij hebt uitgescholden. En wat gaan die mensen doen? Die gaan zeggen tegen Allah, deze persoon die u naar de hemel wilt gaan sturen, die u naar de Jannah wil gaan sturen, die heeft mij gekwetst op aarde en ik wil dat hij dat ik mijn zondes aan hem ga geven. Dus die persoon die jij hebt uitgescholden op deze wereld, die gaat in het hiernamaals komen en jij gaat zijn zondes krijgen. Er gaat iemand anders komen die gaat zeggen, ja, maar hij heeft over mij gelogen. Andere gaat komen, hij heeft over mij geroddeld. Andere gaat komen, hij heeft mij gekwetst. En zo gaan er steeds meer mensen komen die jou alle zondes gaan geven. Geven, geven, geven. En die gaan ook jou goede daden pakken. Dus misschien zou je eigenlijk naar de hemel gaan, omdat jij meer hasanat hebt dan zondes. Maar omdat jij de een hebt gekwetst, je hebt iets gestolen van de ander, je hebt iets gedaan bij de ander, gaan jouw hasanat langzamer naar hun. En als jij geen hasanat meer over hebt om uit te kunnen delen aan die andere mensen allemaal, dan gaan zij hun zondes aan jou geven. Waardoor jij eigenlijk eerst naar de hemel zou gaan, maar daardoor naar de hel gaat. En we hebben gezegd, Allah vergeeft alle zondes. Klopt. Maar Allah vergeeft niet als je in het recht bent gegaan van een andere mens. Het is hak, wat we hak noemen in het Turks of Arabisch ook. Dus als jij iemand hebt gekwetst, over iemand hebt geroddeld, of wat dan ook. Als je dat hebt gedaan, dan moet je weten dat die persoon zijn recht gaat komen halen in het hiernamaals. En bij liegen nog één klein dingetje. Ook al is het voor een grap, is het niet toegestaan zoals de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heel duidelijk heeft gezegd. Ook al is het voor een grap, is het niet toegestaan om te liegen. Want liegen blijft liegen en het is een zonde. Daarom zegt de profeet Mohammed ook sallallahu alayhi wa sallam, spreek het goede of zwijg. Heb je iets nuttigs te zeggen voor mensen die naar jou luisteren? Praat. Het kan iets wereld zijn, dus misschien ga je hem iets leren over rekenen bijvoorbeeld. Of je leert hem hoe je een bedrijf moet starten of wat dan ook. Iets werelds, of je leert hem bijvoorbeeld over het geloof iets. Praat dan. Praat zoveel je wilt.
Maar als je niks goeds te zeggen hebt, is het beter voor jou om niks te zeggen en te zwijgen. Want elk woord die je uitspreekt hier, daar ga jij je verantwoording moeten afleggen in het hiernamaals. Even een aantal algemene punten die eigenlijk niet onder de andere hoofdcategorie vielen als het ware. Maar die ik wel graag met jullie wil gaan bespreken. Omdat dat wel heel vaak voorkomt onder de jongeren. Ik heb hier geschreven omgang met meisjes. En jullie mogen eventjes zelf invulling geven wat ik daar precies mee bedoel. Denk maar aan social media, WhatsApp, contact met meisjes of wat dan ook. Nogmaals de herinnering, ik weet dat jullie het allemaal weten. Maar het is verboden voor ons om een relatie eigenlijk aan te gaan met een meisje. Ja? Even dat ik het nogmaals heb gezegd dat niemand zegt van ja, maar ik wist dit, ik praat gewoon met haar. Ook al heb je goede bedoelingen of wat dan ook, is het niet toegestaan om een relatie te hebben met een meisje. Als je oud genoeg bent en je gaat denken, ja, maar ik ben echt serieus en zij is ook serieus. Dan ga je netjes haar hand vragen en dan ga je met haar trouwen. Volgende is kledingstijl. Wij mannen kunnen eigenlijk heel makkelijk over vrouwen altijd klagen. Kijk wat ze heeft aangedaan. Ze kan niet eens hoofddoek aandoen. Kijk hoe strakke kleren ze aandoet. Maar letten wij ook op onze eigen kledingstijl als mannen zijnde. De islam heeft niet alleen maar regels voor vrouwen wat betreft kleding. Ook mannen moeten zich aan bepaalde regels houden. En die regels die gelden altijd. Ook als je eventjes gaat zaalvoetballen met je vrienden. Of als je naar Henegouw of naar Mullepier gaat. Ook als je gaat voetballen. Korte broek bestaat niet. Kan niet. Jouw navel, van jouw navel tot jouw knie. Of tot en met jouw knie. Volgens de Hanefi-wetschool bijvoorbeeld. Moet bedekt zijn. Dat mag niemand zien. Ook niet een goede vriend van jou of wie dan ook. Een mannen onderling mogen dat niet van elkaar zien. Dus als jij naar de bovenbenen van iemand kijkt. Of jij ziet dat. Is het eigenlijk alsof jij naar de haren van een meisje kijkt. Het is allemaal bij aura. Dus het is allebei iets wat wij moeten bedekken. Ik weet misschien voetbalt het veel lekkerder in een korte broek. Maar het is het niet waard. Speel gewoon met een lange broek. En zorg ervoor dat je niet zomaar een zonde gaat plegen. Iets anders omdat we hier in Nederland wonen. En dit vind ik wel denk ik een van de belangrijkste onderwerpen. Is gedrag en respect. Die wij als moslims dienen te hebben. Kijk, een moslim, een collega van jou die geen moslim is, of jouw werkgever, of jouw leerkracht, die boeit het echt niet of jij aan het bidden bent of niet. Of jij aan het vasten bent, dat jij nu bij een lezing bent, dat boeit hem echt niet. Wat hem boeit of wat haar boeit is, hoe is jouw gedrag tegenover die persoon? Ben jij respectvol in de klas, als de docent jou iets vertelt? Of ben jij die jongen die elke keer eruit wordt gestuurd en een grote mond heeft tegen jouw leerkracht? Welke van de twee ben jij? Ben jij het goede voorbeeld? Of ben jij degene waardoor ze zeggen, hey, deze moslims zijn echt slechte mensen? Welke van de twee ben jij? Als Wilders iets zegt, ja, moslims zijn slecht, zeggen wij gelijk van, ja, maar dat is niet zo. We hebben een mooi geloof, dit, dat. Maar wij zijn eigenlijk zelf de reden dat niet-moslims slecht denken over de islam, hè? Ik zweer het, als wij met z'n allen het perfecte voorbeeld zouden geven. Als wij echt zouden leven als echte moslims en de islam echt in onze leven zaten, terug zouden komen, dan zouden er bijna geen ongelovigen meer bestaan hier in Nederland. Maar als je kijkt, iedereen of heel veel mensen die in contact komen met moslims, die hebben negatieve ervaringen waardoor zij eigenlijk slecht gaan denken over moslims en over de islam. En ik vraag me dan altijd af, wat ga je tegen Allah zeggen? Wat ga je tegen Allah zeggen in het hiernamaals als hij tegen jou zegt, die buurvrouw van jou of jouw docent, die wou eigenlijk wel moslim worden, ze had een klein beetje interesse. Ze begon ook boeken te lezen over de islam, maar toen heeft ze jou in de klas gekregen, toen heeft ze jou als werknemer gekregen en door jouw gedrag, door jouw onrespectloze gedrag of door jouw taalgebruik of wat dan ook, is ze gestopt met de islam te onderzoeken en ze is ongelovig gebleven door jou. Wat ga je tegen Allah zeggen op dat moment? En dit is echt iets waar wij ons zorgen om moeten maken. Aangezien wij met zoveel niet-moslims leven. Het zijn van die kleine dingetjes misschien. Maar als je in het openbaar bent of wat dan ook. Zorg ervoor dat jij het goede gedrag laat zien. Zoals ik zeg van die kleine dingetjes. Bijvoorbeeld als je in een stiltecoupé bent in trein. Niet luidruchtig gaan praten of wat dan ook schreeuwen.
of als je op straat bent, dat je mensen gaat lastigvallen. De profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, geef de weg ook zijn recht. Zelfs de weg heeft een recht in de islam. En de metgezellen, wat is dan het recht van de weg? En de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam die zei, dat je mensen eigenlijk niet, hij noemt een aantal zaken, maar een van de dingen die hij noemt, is dat je mensen niet gaat lastigvallen. Ter afsluiting even een hele korte samenvatting. Eigenlijk de hadith die ik aan het begin heb opgenoemd, die overlevering die ik aan het begin heb opgenoemd, dus dat elke mens zondigt, maar daarna de beste van die mensen degene zijn die vergeving vragen. Dat is eigenlijk de samenvatting van deze dag. Als jij een zonde hebt begaan, maakt het niet uit. Wij allemaal plegen zondes. Misschien ik veel meer dan jullie allemaal. Maar het belangrijkste is, je moet spijt hebben, Allah vragen om te vergeven en niet meer terugkeren naar die zonde. Een hele goede manier om van slechte gewoontes af te komen is eigenlijk dat je elke keer als je een slechte daad pleegt of die zonde pleegt, dat je het gaat dat je daarna een goede daad gaat verrichten. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, elke keer als ik terugval in die bepaalde gewoonte van mij die slecht is, ga ik 5 euro geven aan de moskee. Of elke keer dat ik die zonde pleeg, dan ga ik 1 dag vasten. En op een gegeven moment, elke keer dat jij dat gaat doen, de duivel wil natuurlijk niet dat jij sadaqa gaat geven. De duivel wil niet dat jij gaat vasten extra. Op een gegeven moment gaat de duivel jou ook met rust laten. Hij gaat denken, ja, deze persoon gaat wel misschien zondigen, maar hij gaat daarna weer heel veel goede daden verrichten. Dus ik laat hem wel met rust. Dus een van de manieren om af te komen van zondes en slechte gewoontes is, als je het doet, beloof jezelf dat je het gaat corrigeren met een andere goede daad. Dus bijvoorbeeld sadaqa geven of gaan vasten of iets anders. Iets anders, wat ook heel belangrijk is, leer je geloof en versterk je band met Allah. Iemand die echt weet hoe Allah is, die zal veel minder gaan zondigen. Maar als je iemand bent die Allah niet eens kent, dan is het heel makkelijk voor jou om zondes te plegen. En als jij niet weet hoe erg de hel is, is het ook heel makkelijk voor jou om zondes te plegen. Maar als jij weet wat voor gevaarlijke plek de hel is en wat je allemaal te verwachten staat daar, geloof me, ga je niet 1 of 2 keer nadenken, ga je 1000 keer nadenken voordat je een zonde pleegt. En zo ook, als jij weet wat de hemel is en wat daar allemaal te vinden is voor ons aan gunsten, dan ga je veel meer je best doen om goede daden te verrichten. Een ander punt, zorg voor een goede omgeving. Ja, zorg voor goede vrienden. Zorg voor goed werk. En zorg ervoor dat je niet te vaak alleen bent. Wat was het advies van die tweede geleerde, van die man die 100 mensen had vermoord? Wat was zijn advies? Hij moest wat doen? Hij moest weg van die land waar er slechte mensen waren. En hij moest waar naartoe gaan? Naar een land waar goede mensen waren. Daar is een hele belangrijke boodschap van ons. Als jij wilt gaan veranderen en brouw wil gaan tonen, moet jij ook weggaan van die slechte land. Met andere woorden, jij moet ook weggaan van jouw slechte vrienden. En gaan naar een betere vriendengroep, naar een betere omgeving. En dat zal ervoor zorgen dat jij uiteindelijk goede daden gaat verrichten. Ja, de islam is niet een geloof dat jij alleen op jezelf kan gaan doen. Dat je zegt van ja, ik ga mezelf opsluiten in een kamer en ik ga alleen maar bidden. Zo werkt de islam niet. De islam doe je samen met andere mensen. Om elkaar ook te motiveren. Iets anders, zorg ook voor ontspanning op een toegestane manier, want als je niet op een toegestane manier plezier gaat hebben, dan ga je het doen op een verboden manier. Ja, dit is ook belangrijk, want je kan niet altijd aanbiddingen verrichten. Een mens is niet zo gemaakt. We hebben ook momenten nodig dat we eventjes iets ontspannends doen, even een spelletje of dat je even gaat sporten of joggen of wat dan ook. Zorg er niet voor dat een kleine fout gaat zorgen voor een grote gevolg. Dus dat jij met een kleine zonde tussen haakjes gaat belanden in de hel. Ter afsluiting even een dua. Ik hoop dat jullie allemaal amin gaan zeggen. Misschien zit er tussen ons iemand die heel erg vroom is en wordt zijn smeekbeden geaccepteerd. En omdat wij allemaal hier zo zijn en allemaal amin zeggen, wordt de dua van die persoon, of dankzij die persoon, ook voor ons geaccepteerd. En dit is een dua die de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd.
Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufr wal-fusuq wal-isyan waj'alna min ar-rashidin. In het Nederlands: O Allah, maak geloof geliefd voor ons en maak het mooi in onze harten en maak ongeloof, slechte zaken en zonden gehaat voor ons. Laat ons behoren tot de rechtgeleiden. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.